Goedemorgen allemaal, ik ben Dianne Knoop van de stichting Met Je Hart. Ik weet niet, kunt u mij allemaal verstaan? Ja. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten hier in de bibliotheek. En Clemens Pina, onze wethouder, gaat dadelijk een heel mooi verhaal voorlezen uit het boek van Maarten Spanjaard. En ja, ik zou zeggen, geniet er lekker van. Lekker kopje koffie. We hebben ook nog iets lekkers erbij. En straks krijgt u nog een kopje koffie of thee. En ja. En dan kunnen we daarna nog even babbelen over hetgeen wat u gehoord heeft. Ook leuk. Wat zullen we nou krijgen, Vera? Heb je aan dat ding zitten kloten? Leo schoot van de bank af en sloeg driftig op zijn televisietoestel. Pas bij de derde klap kwam het beeld terug. Hij stak zijn armen in de lucht alsof hij de Europa Cup had gewonnen. Maar omdat Vera vanuit haar rolstoel niet reageerde, ging hij maar weer zitten en nam een slokje van zijn bier. Kun je dat bier nou niet even laten staan en je op mij concentreren? Vroeg Vera. Je zou mijn nek nog masseren. Leo zuchtte diep. Mijn god, daar heb je die vervelende vent weer met zijn goudvissen kom en die plukken haar uit zijn oren. Hoe heet die ook alweer? Oh ja, Willem Duis. Mensen met een letter achter hun naam kun je niet vertrouwen, Vera, geloof me. Die willen zich beter voordoen dan ze zijn. En ze pretenderen overal verstand van te hebben. Uit het televisietoestel kwam nu een lichtflits, gevolgd door een sissend geluid. Dat is je straf, riep Vera, omdat je net zo akelig over die aardige meneer sprak. Hij is gek met dieren, wist je dat? Ja, lul jij maar lekker, maar overmorgen speelt Ajax tegen Benfica en dan zit ik mooi zonder beeld. Vandaag heb ik iets gezien. De wethouder was aan het voorlezen voor ouderen. Normaal doe je dat voor kinderen. Waarom nu voor ouderen? Ja, het is deze week de week de eenzaamheid voor de ouderen, die waar we echt willen benadrukken. Daardoor hebben we een lezing bedacht, althans we hebben het niet bedacht, het wordt in het hele land gedaan, heel landelijk. En wij vonden het een leuk idee als de gemeente daarbij betrokken is. En wij hebben dit samen met de bibliotheek georganiseerd. Wij zijn van de stichting Met Je Hart in Oosterhout. En wij proberen hier in Oosterhout de eenzame ouderen die echt heel eenzaam zijn en normaal gezien geen andere mensen zien, behalve hun zorg, die proberen wij te benaderen en die halen wij op en maken eigenlijk hele mooie ontmoetingen samen met hun in de vorm van iets cultureels of wij gaan met elkaar in een restaurant wat eten. Of we hebben een bingoavond, leuke spelletjes. Ja, op die manier proberen we hier in de gemeente Oosterhout bekendheid te krijgen. Zo'n televisie is voor jou ook een venster op de wereld. Kun jij je een leven voorstellen zonder die prachtige dierenserie Daktari? Met de schele leeuw Clemens? Met Dr. Tracy of Wie wil er mijn marmotje zien? Van Hans Rensenbrink? En in juli is de eerste maanlanding op tv met Apollo Henkie. En vanaf 1 november hebben we een actie in alle restaurants in Oosterhout. En dat doen we eigenlijk over het hele land, hetzelfde. En de actie heet dus Eet met je hart. En de bedoeling is daarvan dat mensen 1 euro per tafel kunnen spenderen als ze willen. En die 1 euro komt weer te goede aan onze ouderen, waarvan wij weer ontmoetingen kunnen creëren. Dat is een beetje het idee. Dus het geld komt in principe weer terug naar de ouderen. Vera streelde haar kat en liet een triomfantelijk glimlachje los. Als Feyenoord-fan vind ik het een leuk verhaal. Ja, ik vind het een leuk verhaal.